Welkom in de training Snellezen voor Professionals. U bent beland in dagelijks lezen. Mogelijk merkt u dat u in staat bent om gewoon rustig rollend over de pagina, uw ogen over de pagina heen te glijden. Het kan ook zijn dat u nog merkt van die oog-handcoördinatie afstemmen, dat kost me nog steeds moeite. U merkt dat mijn oog al aan het begin van de volgende regel is, terwijl mijn hand nog recht staat. Als dat zo is, kunt u twee dingen. Blijf focussen op de tekst achter uw vinger, dat is één. Of voer het tempo op richting de tempo van uw oog, want schijnbaar heeft uw oog het al gezien, dus u kunt sneller. Een ander veelgemaakte fout is dat mensen toch nog een beetje sprongetjes maken. Dat kunt u controleren door gewoon eens een stukje te lezen met een collega of met een vriend of een relatie. Waarbij je vraagt of hij eens kan kijken of je ogen geleidelijk over de pagina heen bewegen. Als dat zo is, dan zit u goed. Is dat niet zo, dan moet u een beetje afstemming nog vinden. Dan kunt u overigens herkennen dat als u flarden van woorden binnenkrijgt, dan is de oog-handcoördinatie nog niet op orde. Als u merkt dat u heel hard aan het kadansen bent in uw hoofd met de stem, dan wil dat vaak zeggen dat de breedteblik verdwenen is. Dus zorg ervoor dat u rechtop zit, ademhaling rustig, als dat op is, en laat uw ogen gewoon rustig over de pagina heen glijden. Het is als het ware, we zitten naar een gesprek te luisteren tussen twee mensen, u staat erbij als toehoorder en u hoort letterlijk wat ze allemaal vertellen. Oh, wat u dan niet doet is analyses maken, vragen intern stellen, ook iets willen inbrengen, etc. Het enige wat u doet is luisteren. Hetzelfde is met snellezen. Snellezen, stap 8 is alleen maar hoofd stilhouden, ogen bewegen over de woorden heen en we zien de woorden en zorgen dat we zoveel mogelijk woorden binnenhalen in zo'n groot mogelijke woordgroepjes. Nou, en hoe beter dat gaat, des te hoger wordt het begrip en des te hoger wordt de snelheid. Vandaag staat in het teken van de metronoom up exercise. Dit is een snelheidsoefening om eens te testen waar uw limiet op dit moment ligt. En daarvoor gaan we het volgende doen. Wederom warmt u even rustig op. We doen dat dit keer weer even met de ABCDE oefening. En laten we zeggen dat we de oefeningen doen. AB 30 seconden. Wegkijken, nog een keer 30 seconden AB beweging in een consistente beweging. Ga recht voor het papier zitten, houd uw hoofd stil en uw ogen volgen letterlijk de pointer of de pen of de markeerstift terwijl u die beweging maakt. Vervolgens doet u AC bijvoorbeeld, AC of BD, BD kan ook, in een verticale beweging naar beneden. En op het moment dat dat goed gaat, 30 seconden, rechtervoor zitten, breed kijken, volg letterlijk de point terwijl je die beweging maakt. Kijk naar 6 tot 10 meter van de vandaan, 10 seconden, doe hem nog een keer. En dan doet u diagonaal bijvoorbeeld AD of BC. 30 seconden, 10 seconden nemen, weer terugkeren, weer 30 seconden oefenen en dan bent u klaar. Dan heeft u zich ongeveer gedurende 4-5 minuten heeft u zich voorbereid, zijn uw ogen zijn opgerekt. Uw perifere is opgerekt, uw snelheid is wat toegenomen en u heeft getraind om uzelf klaar te maken voor het snellezen. En dan begint u met de oefening. U zet daarvoor de metronoom up aan. U hoort dan mijn uitleg in audio van wat er van u verwacht wordt. En de bedoeling is dat u gewoon gaat lezen uit uw studieboek gedurende een minuut of 10-15 minuten. En per 3 minuten verandert het tempo. Je loopt het op van 60 naar 80 naar 100, 120, 140. Probeer eens enerzijds te kijken of u het tempo kan bijhouden en of u met begrip dingen binnenkrijgt. En als u merkt, nu gaat me ook springen, dat is helemaal niet erg, want het is een snelheidstraining. Probeer dan toch erin te komen. Dus ga rustiger voorzitten, houding recht, ademhaling naar beneden. Zie de hoeken van de pagina, plaats uw vinger of pointer onder de eerste regel en probeer dan het tempo te pakken. Luister dan eerst goed naar de metronoom. Zit ik in tempo met de metronoom? En luister letterlijk of je in tempo zit. Dit is bijvoorbeeld een bepaald tempo. Daar hoor je aan het papier letterlijk het tempo langskomen. Als dat op orde is, dan begint u met lezen. Lees dan wederom per clustertje, neem dan de rust om even weg te kijken en terug te kijken en samen te vatten en ga dan door. Telkens komt er 20 beats per minute bij en het wordt op een gegeven moment wordt het natuurlijk steeds moeilijker, maar je zult merken dat u al aardig goed op de rit zit om uw snelheid te verbeteren. En om even een vergelijking te geven, als u met 60 beats per minute leest met een zetbeweging, dan deelt u dat door 2, want u heeft 1 regel dat u leest en 1 dat u. Dus dan zit u op 30 effectieve regels, keer 12 tot 14 woorden. Dus dan zit je ongeveer rond de 400 woorden per minuut ongeveer.
Bij 80 beats per minuut zit je rond de 5,500 woorden per minuut. 100 beats per minuut zit je ongeveer rond de 600 tot 700 woorden per minuut, etc. Bij een S-beweging is dat overigens het dubbele. Dus zou je met S-beweging lezen, dan heeft u een continu leesbeweging. Bij 60 beats per minuut wil dat zeggen dat u dus continu 60 effectieve regels leest. Keer 12 woorden is ongeveer 720 woorden per minuut. Dus dan heeft u een vergelijk waar u zit. Het doel van de oefening is u sneller trainen, uw perifeerruimte opreiken, de oog-handcoördinatie nog beter afstemmen op elkaar, het subfocaliseren verminderen en daarnaast u te trainen in een hogere snelheid. Ik wens u veel plezier tijdens het doen van de oefening.